was Clean Country van Shishani. En Shishani is bij ons in de uitzending, dus welkom. Yes, dankjewel. Top, ja, je zit er goed bij met je microfoon in de buurt. Mooi. Hey, ik zag dat jij, ik zat je biografie op je website even te lezen. Toen zag ik dat je echt in heel veel landen hebt opgetreden. Is dat ook met dit nummer geweest? Sommige van die landen. Dus deze track is bijna 10 jaar oud. Maar nog steeds helaas relevant. Maar het is grappig om zeg maar, naar iets te luisteren waar ik zelf heel lang niet naar heb geluisterd. Ik treed er nog steeds mee op. Denk ik 2 dagen geleden ook op het jongerenklimaatdebat. Dus ja, wherever I go, als ik solo optreed, dan is het wel deel van mijn setlijst. Maar ik heb veel verschillende projecten gedaan, dus soms is de muziek dan ook heel anders. Ja, en hoe is dat om in zoveel verschillende landen ook op te treden? Merk je dat ook in het in bijvoorbeeld de reactie die vanuit het publiek komt, dat dat per plek ook verschilt, bijvoorbeeld? Ja, absoluut. Nou, ik ben dus hier sinds mijn vijfde in Nederland en ik ben in Namibië geboren en ik ben in early 20s teruggegaan naar Namibië. En in die periode is ook deze song geschreven. En omdat het leven daar gewoon keihard is en dit nummer is ook geschreven echt omdat een journalist vroeg dat ik dit nummer schreef, omdat het niemand het over heeft dat er weet je, we produceren 10% van uranium wereldwijd. En 1 in de 3 mensen die daar werken, die worden ziek. En alles wordt radioactief. En men komt met het idee van, hè, yeah, we're creating jobs. Maar ondertussen wordt alles vervuild. En ja, gaan mensen dood die daar werken in de mijnen. En als ik dit dan zong in Namibië of in Kenia of Malawi, Zuid-Afrika, plekken waar mensen met de gevolgen te maken hebben van zo'n probleem, dan is iedereen daar met hun hart. En als ik dan in Nederland zoiets zou spelen, dan is het van ja, hè, heb je weer dat activistje en belerende tekst en dit en dat. Maar ja, niemand heeft hier te maken met die gevolgen. En als je ergens bent waar mensen kunnen linken met ja, een gevoel van onrecht of een schrijnende situatie, dan ja, reacties zijn gewoon anders. En dan heb je natuurlijk gewoon verschillende culturen, die sommige mensen die heel expressief zijn en andere mensen die waarderen, maar in stilte. Dat hangt natuurlijk ook een beetje af van wat er daar gewoon normaal is. Maar dat is wel een van de dingen die me altijd opviel in Nederland. Pas afgelopen jaar werd het hip om een protestzanger te zijn, maar voor die tijd was het absoluut niet hip. Ja, heb je dat veel te horen gekregen van hou nou eens je mond, zeg maar? Niet per se hou nou eens je mond, maar gewoon in de reactie en in de plekken waar je komt te staan met een boodschap. Hè, dus ja, sinds de whole Black Lives Matter movement en dat de hele wereld in rep en roer is, corona crisis, willen we het hebben over de dingen die ertoe doen. En voor die tijd was het echt niet, de interesse veel minder. Dus voor mij was het gewoon opvallend hoe het 10 jaar lang best wel stil was. En afgelopen jaar gewoon dat je gewoon een hotline aan de telefoon van, hey, kan je komen spelen? Want we hebben een protestzanger nodig. Dus dat is wel iets wat ik heel opvallend vond van de afgelopen tijd. Maar ik ben blij dat er meer oor is naar dit soort dingen. En ik wil ook even zeggen dat ik alle liedjes tot nu toe heel tof vind. Ik wil ook zo'n je moeder shirt. ja, hele gevarieerde songs. Echt te gek. Heel cool om dat allemaal te horen. Ja, je zegt van dat is nu aan het veranderen van de manier waarop mensen daarnaar kijken. En ook dit soort nummers wel of niet binnenlaten, zeg maar. Ja. Heb je een idee, of waarom denk je dat dat komt? Of ja, dat is natuurlijk een hele grote vraag. Ik heb geen idee of jij daar een antwoord op hebt. Ja, ik denk dat het gewoon de tijd is. Weet je, er gaat iedereen, alles staat voor het eerst op zo'n grote schaal stil. Door de pandemic en alle verschillen worden steeds groter en steeds schrijnender en veel zichtbaarder. En ja, ik denk dat die hele wave ook met de Black Lives Matter movement en weet je, ook de mensen die gevolgen gaan hebben van de climate crisis, dat zijn voornamelijk mensen die in de derde wereldlanden wonen. Dus weet je, ik denk dat het besef gewoon nu steeds groter wordt van wat er echt gaande is. En dat we can't play around. Dus het heeft meer te maken met onze staat van consciousness. Want hiervoor konden we gewoon lekker leuk blijven doorgaan met hip zijn en
Nou ja, life as usual. En ik denk dat we nu echt met de neus op de feiten worden gedrukt. En dat er daarom ja, meer interesse is voor deze onderwerpen. Ja. Ik zie trouwens in de tussentijd dat er in de chat hier, niet in de YouTube-chat, maar in de chat van Zoom, allerlei bestellingen worden geplaatst voor een je moeder trui. Kijk op je moeder shirt.nl staat er. Ja, dus dat is grappig om te zien. Ik vind het. Interessant om te horen wat je zo zegt over het verschil tussen hoe zo'n nummer dan beleefd wordt en hoe dat nu ook aan het veranderen is, gelukkig. Ja. Zijn er nummers, albums die bij jou in de maak zijn nu, waar we binnenkort over gaan horen? Ja, zeker. Nou, deze staat gewoon online op Spotify. Maar zoals ik zei, het is, ik heb hem 2012 geschreven en uitgebracht. Er komen heel veel projecten uit dit jaar. Wat er al online staat, zijn twee albums van Namibian Tales. Dus ik ben echt met vrouwen die in de Kalahari wonen, met mijn band uit Amsterdam, daarheen gegaan. En allemaal traditional songs, veel healing songs opgenomen. Ik vond het heel mooi wat Lila ook vertelde. De rol van muziek. Ik maak geen muziek just to entertain. It's really voor mezelf therapie. En ik merkte dat het gewoon in vele culturen, it is therapy, it's something that we should do together. Dus het is echt een collectief project, Namibian Tales. En ook het eren van culturen die compleet gemarginaliseerd worden en waarvan we de kennis niet serieus hebben genomen, maar hopelijk dus nu wel. Want het zijn hunter-gatherer communities die dus weten hoe ze met de natuur moeten leven en niet tegen de natuur in moeten leven. Dus ik heb ontzettend veel geleerd in dat proces en het was een hele humbling experience. Dus daar staan albums van, die zijn beschikbaar, Namibian Tales, er zijn twee albums van. En dit jaar komt er van alles uit. Ik heb een nieuwe band opgestart, Miss Catharsis, met allemaal dames achter de instrumenten. Komt ook een nieuwe solo-album uit. Er komt te veel om nu op te noemen. Maar ik zou zeggen, check Namibian Tales. Dat is iets waar ik heel trots op ben. En hebben we dus ook met recycled paper gedaan. En het hele idee is dus spreading indigenous knowledge through music. Dus ik zou dat zeker gaan checken. Kalahari Encounters heet dat album. Ja, tof om dit allemaal te horen en genoeg wat we kunnen opzoeken, denk ik, om te blijven volgen. Heel erg bedankt voor het delen hiervan en dan gaan wij terug naar Thomas en Julie om het laatste nummer aangekondigd te horen.